Nou, hier ben ik dan weer even terug. Nou, dit zijn mijn groenten. Die ik al gesneden had. Kijk, deze moet ik nog. Dat is die avocado, weet je wel. Die heb ik allemaal. Maar het geeft niet. Als je meebakt, worden ze vanzelf zacht. Ik heb dus hier hennepolie. Een klein beetje ingedaan, speciaal voor dressing. Azijn. Natuurappelazijn. En bio-vignetolie. Nou. En die was er al op. En een beetje Himalaya zout. Je ziet het er allemaal in zitten. En wat masala. Maar dat heb ik ook hierin gedaan. En natuurlijk heb ik ook de curry erin gedaan. Zowel in de groente als in de salade. Nou, de curcuma. Nou ja, die had ik gisteren al geplakt. Gewoon op een pot doen. Nou, hierachter zie je salade liggen. Dan ga ik aparte salade maken. En hier is een stukje vlees. Dit ga ik straks even bakken. Nou, ik ga eerst even mijn vlees even marineren. Dus, en dan kom ik zo bij jullie terug. Ik heb besloten dat ik het in tweeën doe. Maar deze is vanmorgen. Maar net zo'n biefstukje. Dus dat scheelt mij weer. En doen we weer wat anders erbij. Ik zie wel een beetje salade of zo. Nou, dus dat ga ik zo bakken. Goedemiddag, goedemiddag. Ja, ik ben nog weer online. Ik ga vandaag een groenteschotel maken. Ja, ja, ik heb hier, hoe heet het niet, kiwis. Ach, kiwis. Ik bedoel avocado. Kom je aan mijn hoofd zitten hebben voor avocado? Ja, het zijn natuurlijk niet helemaal raar. Ik zeg, je hebt een hele schaal hiervoor, zien jullie dat? En ik heb hier geen sla, dat is een soort Chinees-achtige kool. Nou, dit hier maak ik straks hetzelfde, die maak ik straks nog thee van. Ik ga het ook in de salade doen. Nou, ik heb ui, die heb ik ook hierin. Ik maak warme en koude salade. Zien jullie dat? Oh, zien jullie dat? Hier zit ook gember in. Maar heel fijn gesneden voor in de salade en die wordt grof gesneden. Nou, natuurlijk het uien. Dan haal ik dan even zo uit elkaar, dan krijg je uierringetjes. Snij ze eens door de helft. Zien jullie dat? Nou, en prei. Nou, dat was het dan. En dan gember erbij en dan mijn nieuwe kruiden die ik gekocht heb. En natuurlijk knoflook. Nou, ik bewaar wat op wat, want ik moet wel mijn vlees op marineren. Nou, wat voor vlees? Nou, dat hoort u straks wel weer. Ik denk dat het zin in zijn, nou jongen. En ja, lekker stukje vlees. Dus dat ga ik er nog even bij doen. Dus dit eten, we gaan deze roer bakken. Op het laatst gewoon deze erbij, maar het is heel zachte groente. Het lijkt op sla, maar het is het niet. Het is een beetje compact. Maar ik heb het de verpakking weggehouden. En ik heb hier nog meloen. Lekkere meloen. Het is een mesusje van de watermeloen. Even kijken. Ik heb het kaartje er nog in gaan laten. Ja, zie je, de zusje van de watermeloen. Nou, ik heb dan deze. Ja, moet ik het zeggen. Ik heb dan deze. Dit is dan die bloemenmeloen, zien jullie dat? En dan, dit is dan die watermeloen. Nou, ik vind het niks. Het lijkt wel of ze er wat in gedaan hebben. Ik krijg pijn met tanden van, dus dat eet ik niet. Dus dat heb ik, zet ik even in ijs. Dat heb ik kleine stukjes gesneden. Nou ja, jullie horen dat ik nog niet helemaal beter ben, dus dat ga ik even doen. Dus dat laten ze maar weer. Welkom bij Filet Vendera. Als ik het goed uitspreek. Kalfs, ja, biefstuk. Ik smeer het alleen maar in, doe het om en om in de pan. En dan is het klaar, maar wel doorbakken. Nou, nu kijken, het komt er niet zo klein uit. Dus dan ga ik even stampen. Ik heb in een speciaal stampen. Ik heb twee zakjes gepakt. En dan maak ik hem even wat groter. En die biefstuk wat, ja, soort biefstuk, al een biefstuk, hoe ik het noem, wat groter te maken. Nou, dan draai ik hem om. Ik had er dan meer moeten stampen. Dat geeft niet. Ik ben er nog. Nou, hier is het dan gestampt. Je zou bijna... Vele andere mensen in de grond willen stampen, die het niet echt willen mee. Nou, dat is een kalfbiefstuk. Ik gooi die zakjes niet weg.
Want ik doe er 2 om 2 invriezen straks. Want ik heb natuurlijk een hele schaal en ik was kwijt, geloof het of niet, 12 euro. Dan heb ik dus een sausje gemaakt. Inmiddels ook een klein beetje honing bij gedaan en niet te veel zout. Ik had gelukkig nog Himalaya zout uit zo'n draaiapparaatje. Nou goed, en dan ga ik dit insmeren allemaal. Maar ik doe het wel op een potje, niet op een plankje. Ik werk eigenlijk liever niet op een plankje, maar het is overal goed voor. Nou, inmiddels een kwast gepakt. En dan in mijn schaaltje. Dus het hoeft eigenlijk niet veel, want het gaat in zijn eigen olie, in de vignetolie. En ja, wat ik dus net allemaal heb opgenoemd, gaat het er gewoon in. Draai ik hem even om. En dan pak ik weer. Zo, dat het even lekker intrekt allemaal. Nou. En dan doe ik het toch even hierop. Want dan gaat het toch allemaal in de vriezer. Maar vanavond eten we natuurlijk ook zo'n lapje. Ja, die is zelf natuurlijk een grote. En ik heb een kleintje dus. Nou, nog even bijdoen. Er zit ook knoflook in, alles gember. Ja, en heel een beetje Himalaya zout uit een aparte molentje die ik nog gelukkig nog had. Maar niet te veel. Zien jullie dat? Nou, even omdraaien. En zo ga ik de rest ook doen. En dan, laat ik het even rustig intrekken die kruiden. En dan gaat het de vriezer in. Dus ik ben hier nog wel even bezig. Nou, 4 om 4 in een zakje, zien jullie dat? Daar heb ik hem al in gedaan. En dan valt een dubbel. Want ik heb er 4 om 4. En dan gaat het zo. Hoppa. De vriezer in. Zo, nou. Zakje er weer omheen. Nou, we eten dus straks deze. Nou, ik dacht overhouden, maar mooi dus niet. Maar ik ga geen salade bij eten, want ik heb toch al groenten en weet ik veel allemaal, dus nou tot zomer weer. Nou, hier heb ik dan die biefstuk, kalfsbiefstuk, die doe ik enkel in de pan zonder boter, laat het meest verheet worden. Hier heb ik mijn grote wokpan en dan doe ik daar, ja die heb ik even afgedrukt met papier, doe ik daarin mijn groenten en als laatste doe ik een sla-achtige groenten erbij, dus dat eten we. Dat maak ik dan voor 2 dagen. Want ik zie die kleine dingetjes, maar ik heb geen zin om salade erbij te maken. Ook moet die nog even fijn snijden. Nou goed, dan kom ik later weer bij u terug. En ja, voor de rest. Dus 2 pannen en een wokpan, een soort wokpan. Om dit allemaal te bakken en dan als het bijna gaat is, dan doe ik deze. Nou, goed, later is maar weer. Dat is al de laatste dat het nog knapperig is. Ik heb besloten dat ik het in 2 doe, maar deze is vanmorgen. Met net zo'n biefstukje. Dus dat scheelt mij weer en doen we weer wat anders erbij. Ik zie wel een beetje salade of zo. Nou, dus dat ga ik zo bakken. Nou, inmiddels ben ik aan het dat is je eigen olie, een klein beetje, weet je wat ik erin gedaan heb? Gewoon met wat water een beetje. En als je denkt het is nog niet gaar, dan gooi je er gewoon een klein beetje water erbij. Tot het gaar is, dus zo weinig mogelijk vet gebruiken. Dan gaat het stoombakken. Nou, inmiddels. Dan heb ik de biefstuk hier. Die bak in zijn eigen vet hier. Maar ja goed, ik heb natuurlijk ingesmeerd met die kruiden. En nou, dat gaat ook goed. Met speciale pannen vind ik zo lekker. Dat het ook sappig worden. Nou, dit gooit als laatste bij. Het moet iets gaar zijn bij mij. Dus even wachten op deksel op de pan. Ik heb geproefd, alles is gaar. Ook de mango. Deze moet je alleen maar even doorheen. Dat het net gaar is, zeg maar. Nou, dat eten we vanavond.
Dienis wilde een broodje bij, naar de kan. Dus ja. Dus even wachten zo. En dan kunnen we zo, en dan gooi ik er wat noten op. Erbij. Nou, moet je kijken hoe heerlijk dat nou een pruttel is. Nou, het is zijn eigen vet, dat zien jullie. Ik heb het aangemaakt met water en kruiden. Dus heb ik niet veel nodig. En ik heb een gekneus gepletter. Ik moet altijd zo lachen om aard. Je had er weer een mooie suikerrecept. Dat wist ik niet. Nou ja, dan voor de volgende ronde als ik weer wat beter win. Nou, dus ik moet het goed in de gaten houden. Wat ga ik met een pan eigenlijk? Nou ja, dat gaat wel op, denk ik. En doe ik wat noten bij, wat mango. Tenminste, ja, mango. Ja, die kun je stukjes gesneden. Nou, die mango gaat er straks bovenop. Kijk, ik heb die donkere, dan krijg je die groene, weet je, die te gewone. En dan heb je die bloemen. Dat is allemaal van één soort. Nou. Nou, een beetje mango erbovenop en wat pijnboompitten. Nou, moet je kijken. En die hebben even olieblaadjes, er komen er geen mieren niks in. Dus er zit ook een beetje pijnboompitten. Of ja, ik denk dat ze zo heten. Zo, nou, ik zou zeggen, bon appetit. Eet smakelijk voor Dienis en Emmy.